Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik iedere keer zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon prachtige lunchboxes maken? Of niet iets prachtig, heerlijke lunchboxes maken. En zorgen dat mensen gewoon een satisfied gevoel krijgen. Nou, Romania, Vania, Paris. Zij is satisfied lunchboxes, dus ze gaat er ons alles over vertellen. What me is a little Q-Time. Hi Romea. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Satisfied lunchboxes. How did that come to life? Het is in principe, ik hou gewoon al van salades maken. Niet zozeer koken, maar wel van salade maken. Salads maken al sinds ik jonger was. En ik dacht, hey, ik kan er iets leuks mee doen. Ik zag toen dat iedereen breakfastboxen aan het maken was, maar niemand had echt nog een lunchbox. Dus ik dacht, ik kan hem salades combineren, bijeenzetten in een box en dan maak ik het uit een lunchbox. Zo is het gestart. Yes. Maar het is niet alleen daarbij gebleven, dus dit was de aanzet tot. Klopt. En daarna werd de vraag groter van, kan je misschien burgers maken, weet je pasta te maken, weet je dit te maken, dat te maken. En toen ben ik dan zo een beetje gaan uitbreiden met verkoopdagen, barbecue dagen bijvoorbeeld, gewoon thuis. Tentje opzetten en dan de verkoop doen. En zo is het door gaan groeien. Oké. Wat ik heel bizar vind, is iemand die niet van koken houdt, komt met een geniaal concept om mensen te voorzien van lunch. Want we hebben het nog niet opengemaakt. We hebben een prachtige lunchbox van je hier. En het is lekker zwaar. Het is niet gewoon een hapje om even wat te eten. Nou, het vult je wel. Ja. Zo. Om terug te komen op het punt. Je houdt niet van koken, maar je houdt er wel van om andere mensen te voeden? Of je bent er gewoon toevallig goed in en er is een markt ervoor? Ik hou wel van koken, maar ik hou ook van het gemak. Als je salades verkoopt, kan je ze een avond van tevoren maken, packagen en in de kast zetten. Volgende dag moet je gewoon boksen. Dus ik hou wel van koken, maar ik hou ook van het gemak. Dus vandaar. Oké. So, je hebt iets bedacht, want je hebt helemaal gelijk. Plotseling worden we helemaal overspoeld met breakfastbox. Of hier, doosje daar, taartje hier, bla bla. Maar jij hebt dus je lunchboxes. Hello. Hoe gaat het proces dan te werk? Want je houdt van het gemaakt. Dus ik moet ervan uitgaan dat er eigenlijk altijd een salade in de kast ready is. Zodat ik morgen een lunchbox wil. Is het dan? Nee. In plaats van een bestelling moet dan wel op z'n laatst 3 dagen van tevoren. Dan bereik ik me voor en dan maak ik het en dan krijg je hem op de gewenste dag. Oké, nou wordt het geleverd voor je? Ja, het kan ook geleverd worden, ja. Oké, perfect. Oké, ik wil je vragen wat voor salades je allemaal maakt, maar eigenlijk kan ik, of moet ik meteen die box opengooien en dan gaan we daarna alles wat je kan leveren. Hoe gaan we dat doen? Je mag hem openmaken. Oké, want het is een prachtige box. Is het van mij of is het voor de display? Is dat voor ook oké. Nee, ik moet even checken, want als we naar de tijd kijken, we gaan richting lunch. Ik hou van unboxing video's. Ik voel dat ik op Instagram live ben. Guys, I received the package. Ik heb een knoop erin gezet. Ik ben niet van het losmaken. Goed, losmaken van strikjes. Dus ik ga het gewoon even schuiven naar boven. Oké. Prachtige box. Oké. Helemaal gestickerd. Branding on point. Mensen, niets mag uit die box. Als je het koopt, alleen degene die het krijgt. Gaat het... wacht even. Oké, got it. Ready for the reveal? Helemaal. Oké. We hebben hier onze satisfied girl. Dit is een box. Oké. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik ga het gewoon even zo voor me houden. Because waarnaar kijk ik eigenlijk precies? Ik zie het nou, maar misschien moet ik het vertellen. Ik ga even die yoghurt alvast hier hebben. Last van, ik krijg ook nog een toetje erbij. Klopt. Oké. Walk me through it. Er zit macaroni salade, hussade salade, groente salad met een sausje. Meestal mag de klant zelf kiezen wat voor type saus, omdat niet alle klanten echt van mayo sausjes houden. Dus dan maak ik ook met
olijfolie en mosterd en dressing. Mm-hmm. Dus dat kan ook. En dan heb je tenders. Chicken tenders? Chicken tenders, ja. Mm-hmm. Yeah. Mais, sap, biscuit en yoghurt. Het ziet er echt goed uit. Hoor. Ik zie dat je er gewoon ook nog een drankje erop hebt. Het is gewoon een hele complete box. Ja, het is een complete lever je aan. Zo. Oké, ik... laat me die even dichtmaken, hoor, anders wil ik direct beginnen. Maar zo'n... How much does this cost? Because this is a full meal. Klopt. Zo'n box kost 550 SD. Wauw. Oké, en deze bestel ik een dag van tevoren. Drie dagen van tevoren. Ik wil het gewoon nu, wil ik het morgen. Oh, sorry. 3 dagen van tevoren. Mm-hmm. Je salades, je hebt de aardappelsalade, een pasta salade, een groentesalade met een dressing en everything. Mm-hmm. Maar stel iemand kijkt nu en denkt van, hey, hiermee wil ik iemand ook gewoon blij maken. Waar mm-hmm. kunnen ze je vinden? Op Facebook, Satisfied Lunchboxes. Mm-hmm. En via de app, 8923483. Stel, ik heb 100 lunchboxes nodig, maar ik wil geen chicken tenders, ik wil fish tenders. Of ik wil beef bites of whatever, mm-hmm. tau crisps. Ik weet niet wat er allemaal bestaat. Uh-huh. Is die optie er ook om je menu een beetje aan te passen? Ja, je krijgt de mogelijkheid om hem aan te passen. Om dus te kijken, misschien sommige mensen geven aan van, ik wil geen groentesalade, ik eet het niet. Maar ik wil dan wel alleen... aardappelsalade, macaroni salade en kan je iets anders in de plaats zetten. Dan kijk ik wel hoe ik je tegemoet kom. Ik vraag je van, wat vind je wel lekker? Waarmee kan ik, dan kijk ik waarmee ik het dan kan aanvullen. Dus het is wel mogelijk, ja. Oké, nice. Ik denk dat je heel veel mensen al, want ik ben niet op je pagina gaan kijken. Mm-hmm. Je bent niet net begonnen hiermee. Je bent al een tijdje erbij bezig. Mm-hmm. Je hebt een mooi aantal volgers. Mm-hmm. Als je een van de momenten zou kunnen herinneren waar je... kunnen ervaren dat je lunchbox zoveel happiness heeft gebracht. Mm-hmm. Wat is je favoriete herinnering dat je bezig bent met deze business? Moederdag. Mm-hmm. Vorig jaar en het jaar daarvoor. Ik ben al 2 jaren bezig, dus beide moederdagen. Dat is echt mijn favoriete herinnering met die lunchboxen. Mm-hmm. I don't know, man. Making people happy makes me happy. Dus ik, ja... Het was gewoon een leuk gevoel om bij die moeders te gaan met zo'n box. En dan beginnen ze te huilen en eerst het openmaken. Dan hebben ze het nog niet eens geproefd. Oh. Dus, it gets better. Ja, klopt. En om daar achteraf te horen van mijn moeder vond het heerlijk. Zo. Dus ja, dat was mijn leukste momenten, ja. Oké, okay. We hebben nu de lunchboxes. Mm-hmm. Maar at some point kregen we ook dinnerboxes. Het is mogelijk, but I need to figure it out first. Ja. Zolang je het niet uitsluit, because nice product, girl. Thank you. Nou, ik ben super blij dat je er was en ik wil je bedanken voor het komen. En ik ben heel blij dat je iets hebt bedacht wat er nog niet was en dat je daarmee ook gewoon mensen blij kan maken. En ik hoop dat je nog heel lang doorgaat. Zeker weten. Succes verder nogmaals. Thank you. En jullie thuis bedankt voor het kijken. Vandaag was Romea Fania Paris, want ze heeft een lange naam, van Satisfied Lunchboxes bij ons in de studio. Ze maakt een prachtige lunchbox voor jou met salades, pasta, aardappel, groenten. Je krijgt er ook nog een toetje bij, een heerlijk drankje. En ik heb ook nog wat crackers gezien die je ergens in kan dippen als je dat zou willen. En die maakt ze maar voor 550 SAD. Je kan iemand verrassen, je kan jezelf verrassen, because it's a very hefty lunchbox. Dus als jij hebt gekeken en denkt van, hey, ik wil dit gewoon ook hebben voor mezelf, ga gewoon naar Facebook, haar pagina is Satisfied Lunchboxes en plaats direct jouw bestelling. And remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.